Dames en heren, een hele goede morgen. Welkom bij Lijn 4. Het is begonnen. En dan denkt u wat? Kijk eens even mee. Ik heb een vraag voor u. Ik weet dat het heel vroeg is. Ik houd ook heel rustig. En ik wacht gewoon op de eerste kandidaat hier in de studio. Dus let op, degene die lekker snel is, nu al, kan wat geld verdienen. Welk beroep had Rose voordat ze in Oakdale belandde? En ik kijk de laatste tijd, hè, omdat ik weet dat we deze vraag hebben. Actrice, schrijfster of danseres? Als u het weet, 0909-8810. En hier gaan we. Let op. Onder dit nummer heb ik het volgende voor u in petto. Kijk mee. U ziet het goed. We spelen nu al gelijk om een bedrag van 1000 euro. 2200 gulden. Ik reken nog steeds een beetje op, maar dat doen de meeste mensen. Dus ik schaam me er niet voor. Maar ik zei het net verkeerd. We spelen er niet om. U krijgt dit. En denkt u, ja, wat? Het is tot nu toe, volgens mij, de actie van de hele week. Als u belt naar lijn 4 op 0909-8810... krijgt iedereen, en u hoort het goed, iedereen die hier in de studio komt... 1000 euro gelijk uitbetaald. En dat is lekker. Alleen, jammer voor jou dat je het antwoord niet weet. Esther Wolterns, de meeste mensen kijken 's middags of aan het eind van de middag. En dan kijken ze, volgens ze het, 's ochtends zitten ze er gewoon vaak niet. Nou, als u toevallig wel daar zit en u kent de serie... dan krijgt u van mij in plaats van 1000, ik maak er 1100 van... want ik loop het nu te zeggen, van, dat het inderdaad wel pittig kan zijn... ik maak er dan een betere prijs van, 1100 euro. Ik heb er dus 1100 euro van gemaakt... onder dit nummer, 0909-8810. Dus geef u zelf nu even op. Ik geef u nog 2,5 minuut. We hebben heel weinig tijd, dus het moet op tempo gaan gebeuren, ook nog. Dus ik zet je nog onder druk ook. Welk beroep had Rose voordat ze in Oakdale belandde? Actrice, schrijfster of danseres? Ik moet ook eerlijk zeggen, ik zei net tegen Gabi... ik vind het helemaal niks, 's ochtends vroeg zo'n spel presenteren... want dan moet je in een bepaald tempo gaan praten. U kent het wel, het Call TV-tempo, dat heb ik helemaal niet. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat er nu echt op dit moment... weinig mensen zin hebben om te bellen. Dus, wat doe ik voor diegene die wel uit die luie stoel komt... het volgende. Kijk mee. Onder het nummer 8810 hebben we in plaats van 1000 euro 1100 euro van gemaakt. En zal ik eens ook even eerlijk zeggen? Wacht even, zal ik het even eerlijk zeggen? Ik heb het ook een beetje verhoogd omdat ik hoop dat het snel opgelost wordt. Dan ben ik klaar met dit spel. Kan ik lekker rustig...